Hallo beste kijkers en welkom bij de tweede draft pack opening. Jullie vonden de eerste video heel leuk. Als je die nog niet hebt gezien, laat ik het ietsje rechtsboven het scherm. En dan kan je die draft pack opening zien. Ik kreeg 2 walkouts. En ik was van 200k naar 400k gegaan. Dus best wel een flink increase. Nu zit ik op 320.000 muntjes. Heb 80.000 gebruik aan draft. En die ga ik dus allemaal qua pakjes verspillen. En de hoop dat ik dus weer een goede walkout krijg. En dus nog meer winst maak dan de vorige keer. We gaan het zien. Ik heb er een aantal 50k packs. En ook weer een aantal 35 en 25k packs. Vind je van het video te liken natuurlijk. En dan zie ik jullie bij die packs. We hebben er namelijk 12. Ik heb de 5k packs eruit gehaald. Anders had ik er namelijk 15. Maar ik heb nu de 5k packs eruit gehaald. En dan niks uit. Krijg Jumbo Gold Pack. Premium Gold Pack. Rare Gold Packs. Hier een paar Rare Gold Packs. Rare Player Packs, Mega Pack. En dan hebben we ook nog gewoon 350k packs. Ja, het zijn best wel veel pakketjes die we gaan openen. We doen eerst maar even deze, voordat we dadelijk eindigen met een slechte noot. Dus dit is de Gold Players Pack. Daar krijgen we 1 rare uit. Daar wordt natuurlijk geen walkout uit, want ja, dit is allemaal niet zo heel best. De beste speler is Costa, dus de rare is nog minder dan 77. En die rare is een 74 zilver. Ja, dat is dus die. Dus hoe sick dat wel niet is. Ik krijg wel gewoon 3 Argentijnen van precies hetzelfde team en dezelfde nationaliteit. Dus als ik daar een squad builder challenge van moest maken, dan was ik binnen geweest. Ik ga ze gewoon de club toevoegen, want wie weet komen ze ooit in de squad build challenge. En heb ik geld. Oh. De rest is card. We krijgen 2,5k voor. Nou, toch beter dan niks. En dan kijk ik wat de andere nog helemaal achteraan was. Dat was een premium gold player pack. Er zaten dan 3 rares in. Zit daar een speciale bij. Het is geen walkout. Wat krijgen we verder? We krijgen een paar flares. Het zijn geen speciale spelers. Een Russische als beste. We krijgen Smolov. Op zich best een goede spits. Natuurlijk niet een fantastische spits. Vergelijkbaar met een Aubameyang of zo. Maar wel high medium. 6 voet 2, 6 in 1 meter 86 of zo. En hij heeft aardig goede stats. Daar staat ook Denisov. En Arslan. Dat is allemaal niet zo heel best. Klaasje hebben we ook nog. Na de discard, dan krijgen we daar ook weer wat geld van. En dan kunnen we nu beginnen met de echt goede packs. Of ja, we beginnen weer met een eigenlijk slechte pack. En dan gaan we steeds verder op, totdat we een goede pack krijgen. En dan hoop dat we 1 walkout krijgen. Ik krijg hier wel een flying in vorm. Holy shit. We krijgen in van vocht. Jezus, dat is wel dik. Ik wou net zeggen, vanaf vandaag een walkout krijgen. We krijgen in vorm. We krijgen in van vocht. Nou, daar ben ik helemaal niet rouwig om. Best een prima kaartje. Natuurlijk heb ik liever een andere in vorm uit dit team of the week. Zoals een Aubameyang of zo. Maar goed, ik ben niet prima tevreden mee. Want hij gaat toch voor 13k of zo. En het is ook echt een goede centerback trouwens. Want zoals je ziet, hij is 6 voet 4. En hij heeft toch die stats. Nou, meenemen. De rest heb ik het discard. Ondertussen zijn ook de monthly reward players. Dus de mensen van de FUT Champions. Zijn nu bij de concept spelers gekomen. Je kan nu bijvoorbeeld een tweede spits Ronaldo vinden. Wat betekent dat waarschijnlijk de FUT Champions versie is. En als het zo is, dan is dat heel chill. Dat betekent dat waarschijnlijk de monthly rewards er heel snel aankomen. Dat betekent dat je dus je informaties of speciale kaarten van de maandelijkse weekend league krijgt. Dus van oktober. Ik krijg zelf volgens mij 12 informs. Terwijl we hier Orban krijgen, even die het waard is. Ik krijg 12 informs. En daar kan ik dus een Ronaldo van krijgen. Een Pogba, een Dybala. Best wel een aantal goede spelers. En dus hoop ik ook dat ik een van die spelers pack. Dat gaan we natuurlijk zien. Ik ga het allemaal gewoon opnemen en dan zie je vanzelf wat we krijgen. Het andere wat mij opviel is dat mijn bankzettenstrui echt serieus mijn geluk brengt. Want ik heb gewoon allemaal informs en walkouts gekregen terwijl ik dit ding aan heb. Echt heel erg chill. Oké, nou tijd voor het rare gold pack. 12 golds, all rare. Wat krijgen we? Geen walkout. Krijgen we wel iets anders? We krijgen geen rode ster. Wat krijgen we? We krijgen een Nederlandse centerback. We krijgen De Vrij. Oh, 82 algemeen. Hij heeft prima stats als je in de Eredivisie zou voetballen. Nu is het wel een stukje minder. We krijgen ook nog Yanga en Biwa en Fabra. Fabra heb ik nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Young and Biwa, is die iets waard? Nee, helemaal niks. Ja, die zal ook niet heel veel waard zijn. Kijken wat Fabra waard is. Fabra is ook niet gek veel waard. Oké, prima. Nou, nog een rare gold pack. Kijken of we nu wel geluk krijgen. We krijgen hier een keer Rakitic uit en een keer een walkout. Nu krijgen we een center midden Portugal, namelijk André. André, een prima speler. Alles staat boven de 70. Maar goed, hij is helemaal niks waard. Krijgt Memphis Depay, die is misschien vanavond in vorm. Dat is een beetje jammer. Maar hij gaat gewoon voor 3k nog. Dus daar ben ik prima tevreden mee. 3.7 zelfs. Omdat mensen waarschijnlijk verwachten dat hij in vorm wordt. Dus oké, prima. Er zijn toch extra coins. En ja, jammer dat ik hem niet vanavond pack. Dan had ik natuurlijk in vorm de pie gehad. Derde rare gold pack. Wat krijgen we dan? Geen walkout weer niet. Wat krijgen we dan? We krijgen weer een grote ster. Dus 84 plus. We krijgen een spits. Ah, we krijgen gewoon als... Ah, dat is jammer. Een 34 algemeen die niet zo heel veel waard is. Maar goed, we krijgen wel Bailey. Oh, die is veel geld waard volgens mij.
Even kijken hoeveel die waard is. Ah, 15k zie ik hier op 13k. 10k is al opgeboden. Hier zal ook wel 11k zijn, dus daar halen we toch wel wat uit. Dus hier 11k, zo, hoppa. En dan gaat het tot nu toe nog best voor de wind. We krijgen geen zieke spelers, maar wel een Inform van 13k. Bailey van 11k. En ook de Depay van 4k. Dus ik ben er tot nu toe prima tevreden mee. Nou, laatste rare gold pack. Wat krijgen we? Geen walkout. Krijgen we wel een grote ster of zo van Inform? Nee, we krijgen een aantal kleine sterretjes. Een Italiaanse centrumid van Torino. Het is Baselli. Niet heel best. Maar goed, ik kan niet meer klagen. Ik heb genoeg goede dingen gekregen. Hier krijgen we ook Fellaini nog uit. Is Fellaini nog iets waard? Misschien 2k of zo, 1k. Hij is meer dan niks waard, denk ik. Ja, we gaan hem gewoon opzetten voor 1k. We zien vanzelf al of hij daarvoor verkoopt. 1k, hoppakee. En de rest is denk ik niks waard. Zoals je ziet hebben we nu 358k. Ik begon met 400 toen ik begon met de draws. Ik moet nog 42k eruit halen om Kiet te spelen. En dan moet ik uit deze 4 packs doen. 3 50k packs. En nog 1 mega pack. Wat krijgen we uit het mega pack? Geen walkout. Misschien wel een paar goede. We krijgen heel veel sterretjes, maar geen grote sterren. We krijgen als beste speler Consigli van 83. Net niet die grote ster voor de 84 natuurlijk. Kijken wat we nog meer krijgen. We krijgen nog Wendt. Een Doyer, Riedewald, Sinclair. Ja, dit is allemaal niet zo heel best. Vanwege de squad build challenge is hij nog wel wat waard natuurlijk. Omdat nu met de La Liga Santander is het als jij 11 nationaliteiten hebt van de La Liga Santander. Dan krijg je ook nog een speciale squad build challenge. En dat was hij al, een speciale nationaliteit in de La Liga Santander. Dus hij was toch meer dan niks waard. Nu dan 350k packs. Hier moeten ze van komen. Eerste 50k pack, wat krijgen we? Geen walkout. Krijgen we wel iets anders wat goed is? We krijgen een paar grote sterren. Eentje dus van 84 plus. We krijgen Pastore, prima. 85 algemeen. Ik weet niet hoeveel die waard is. Ik ga het even zien hoeveel die waard is. Wat krijgen we nog meer? We krijgen nog Farano, die is ook al wat waard. Kante, joh. Kante is 30k. Nou, daar hebben we hier winst uitgemaakt. Prima, wat krijgen we van Pastore? Pastore is 5k of zo. Prima. Die ga ik gewoon op de transferlijst zetten voor 5k. Farano was op een punt 20k waard. Nu zal hij een stuk minder zijn. Nu 6k of zo. Ja, inderdaad, 6k. Nou, daar ben ik helemaal niet rouwig om. Prima prijsje. En dan Kante, onze grote man. 30k of zo. Kijk hoeveel die opgeboden is. Die ga ik gewoon eventjes aan de transferlijst toevoegen. Kijken of die... dan kan ik even concreet zijn prijs checken. En natuurlijk is Vela ook nog 1,5k waard. Vanwege die squad build challenge ook, neem ik aan. En de rest kunnen we, denk ik, discarden voor 4k. Dan ga ik nu heel even kijken hoe duur Kante nog is. En dan kunnen we kijken hoeveel winst we hebben gemaakt al op deze draft pack openings. De goedkoopste Kante is 26,7k. Oftewel, hij is gewoon 26,5k waard. Dat is prima. Van 21 algemeen is het echt een heel erg goede kaart. Dus die ga ik lekker op de transferlijst zetten. En dan heb ik al zo goed als winst. Dan heb ik nog 52k packs over. We gaan het eerste van de twee openen nu. En wat krijgen we? Geen walkout. Misschien nog wat grote sterren. Geen grote sterren. Dus we krijgen hier geen specifieke goede kaart uit. Wel Oscar van 83 algemeen. Misschien dat die voor een kaartje of twee verkoopt. En wat krijgen we nog meer? Gibbs, Rafinha. De rest is niet zo best eerlijk gezegd. Gaan kijken of we iets kunnen verkopen voor wat waarde. Oscar is 1,4k. Dus die accepteer ik gewoon. Dat is prima. Het is toch meer dan dat ik hem voor zou discarden. Kijken hoeveel Gibbs gaat. Gibbs gaat misschien ook nog voor 1,5k of zo. Ja, ik ga het gewoon voor een kaartje. Daar zet ik hem gewoon voor op. Het is natuurlijk beter dan wanneer ik hem zou discarden. Rafinha is Braziliaans. Die kan wel iets waard zijn vanwege die squad build challenge. Ik zag al dat er 1,1k op geboden is. Dus dat doe ik ook gewoon. Lang leven de squad builder challenges. Kudu verkoopt ook vast wel voor 1000. Gewoon erop zetten. Son, natuurlijk heb ik de squad build challenge versie daarvan niet op de PlayStation. Maar hier verkoopt hij eigenlijk voor niks. En de rest is squad build, krijgen we 5k voor terug. En hebben dus al 5k winst. Nou, toch 5k winst uit de draft pack opening. En nu als laatste geen walkouts. Krijgen geen walkouts in deze pack opening. Wel een 84 plus. We krijgen Turan. Neem ik genoegen mee. Neem ik prima genoegen mee. 84 algemeen. Ik heb al een paar informs gekregen en een paar andere kaarten die veel waard zijn. Dus vind ik helemaal niet erg. Batshuayi nog. We krijgen Bakambu. Die is vast wel iets waard. We gaan het heel eventjes checken. Turan 1,8k waard. Bojan zal niks meer waard zijn. Ook is het eigenlijk best een goede speler. Misschien is hij toch wel iets beter dan niks. Nou, we gaan het gewoon proberen. 900. Hoppakee. Batshuayi zal wel wat waard zijn. Misschien 2k of zo. We gaan het gewoon kijken. Ja, hier wordt 2,3k op geboden. Dus dat doe ik gewoon. 2,3k. Zo. En dan krijgen we er toch nog wel wat uit. En misschien dat Bakambu nog iets waard is. Natuurlijk vanwege ook die squad builder challenge. 900 coins op geboden. En dan doen we gewoon voor 1000 coins weg. Prima Jima, prima kaartje. Ook echt een van de beste spits in het spel voor die rating en die prijs helemaal. Rudiger zal wel niks waard zijn. Maar is ook een heel goede kaart. Die gaan we ook gewoon opzetten voor 900. En dan gaan we de rest, denk ik, discarden. Ik denk niet dat er nog iets tussen zit als ik dit zo zie. Dus discarden, we krijgen 4,5k voor terug. En dan gaan we even kijken wat we nou nog moeten verkopen. Dan kunnen we ongeveer een schatting maken hoeveel winst ik heb. Zoals je ziet is het meestal verkocht. Batshuayi, Turan, Oscar, Kante, Vela, etc. Die zijn allemaal verkocht. Bailey ook voor 11k.
Dat waren natuurlijk de grote mannetjes. Deze jongen verkocht ook voor 600 coins. Deze moet ik nog voor 1k verkopen. De vorige 4k, ze hebben 5k samen. Pastoor nog voor 5k, ze is 10k, 11, 12, 13, 14, 15. Nou, dus dan krijgen we ongeveer 18k terug of zo. Met tags 17k. Dus dan hebben we in totaal 30k winst gemaakt uit deze draft pack opening. Is niet heel veel natuurlijk, maar iedere winst natuurlijk mooi meegenomen. En dan krijgen we dus eigenlijk gratis winst. Want we geven eigenlijk helemaal niks aan uitbal voor coins in de hoop dat we de draft winnen. Draft is nu wel moeilijker geworden, want de draft glitch is weggehaald. Dus het is nu iets minder efficiënt om te winnen, zeg maar. Het duurt nu wat langer. Het heeft mij gewoon 4 keer of 5 keer 1 uur en een kwartier gekost. In plaats van dat het eerst misschien een half uurtje duurde. Toch hoop ik dat jullie de video leuk vonden. We hebben natuurlijk een paar goede kaarten nog gekregen. Vergeet natuurlijk niet de video te liken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video, jongens. Later.